Dag, dames en heren. Een strak blauwe lucht, veel zonneschijn en daardoor kon de temperatuur vanmorgen snel oplopen. Kort na het middaguur was het in de beeld zowaar meer dan 25 graden geworden. De eerste zomerse dag van dit jaar. En er lijken er nogal een aantal te volgen. Op hetzelfde moment was het in het zuiden van Nederland al op sommige plaatsen ruim 27 graden. En die temperatuurstijging zet door. Niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen gaat de temperatuur nog verder omhoog. Veel zonneschijn dus, vandaag nauwelijks bewolking zichtbaar. Zo halverwege de ochtend was er nog op de Noordzee wat bewolking zichtbaar. Maar dat schuift alleen maar verder naar het noordwesten. Er is nog wat bewolking boven Duitsland zichtbaar. Dat is ook aan oplossing onderhevig. En Nederland, ja, onbewolkt. Ik denk wel dat er vanmiddag nog een paar kleine stapelwolken ontstaan. In met name in het midden, oosten en zuiden van het land. Maar buien verwacht ik niet. Nou, als we dan wat uitzoomen, dan zien we ook dat Nederland duidelijk naar voren komt. Er zijn meer plekken in Europa waar het zonnetje uitbundig schijnt. In Scandinavië op veel plaatsen. Daar ligt ook een krachtig hoge drukgebied dat het weerbeeld bij ons bepaalt. Nou, rondom de Noordzee zijn nog wat velden van die laaghangende bewolking zichtbaar. Maar zoals gezegd, die schuiven vooral naar de Engelse oostkust. En een wat actiever gebied met bewolking en buien ligt op de Atlantische Oceaan. En verder zijn er ook nog wel soms wat buien actief boven Centraal-Europa. Maar in onze omgeving is het dus heel rustig wat dat betreft. En ook als we de boel in beweging zetten, de weeranimatie, dan zien we voorlopig dat de bewolking en de buien in Centraal-Europa een beetje op hun plek blijven liggen. Dat betekent wel dat daar plaatselijk best wel veel regen kan vallen de komende dagen. Bij ons dus met de oostelijke wind nauwelijks bewolking, vooral heel veel zonneschijn. En dat danken we dus allemaal aan een hoge drukgebied, wat de kern begin volgende week zelfs richting de Baltische Staten heeft. En daardoor blijven regenstoringen voorlopig op afstand. Zoals gezegd, vanmiddag hoeven we ook niet te rekenen op regen. Het is vooral zonnig met landinwaarts wel een paar stapelwolken. En temperaturen die nog verder oplopen. Op de Waddeneilanden eilanden daar de laagste temperaturen vanmiddag. 20, 21 graden is toch wel haalbaar. En in het oosten, zuidoosten, daar kunnen we al dan niet afgerond een tropische 30 graden verwachten. En dat betekent dat het vanavond, zeker landinwaarts, nog lange tijd gewoon ronduit warm is. Met zomerse temperaturen en heel veel zonneschijn. Vannacht helder en niet meer zo fris. De temperatuur kan kortstondig nog dalen naar 13 tot 17 graden. Met de hoogste temperatuur in het zuiden en ook in de kustgebieden, Randstad, stedelijk gebied met name, daar koelt het al niet echt meer af. En dus kan morgen met veel zonneschijn de temperatuur flink oplopen. Het wordt nog een fractie warmer. Misschien in de beeld zelfs wel gelijk de eerste tropische dag met 30 graden. En als het in de beeld niet lukt, dan lukt dat nog wel op een aantal plaatsen in het zuiden en oosten van het land. In het noorden: zomerswarm. Op de Waddeneilanden daar komen we waarschijnlijk op zo'n 22 of 23 graden uit. Dus dat is de minst warme regio van ons land. En zondag doen we het allemaal dunnetjes over. Veel zonneschijn en temperaturen die oplopen tot rond de 30 graden in het binnenland. En als we dan wat verder vooruit kijken, dan zien we dat er in grote lijnen weinig verandert. Bijvoorbeeld maandag veel zonneschijn, temperaturen tot 30 graden aan toe in het oosten van het land. En dinsdag, ja, we zien weinig verandering, ook dan heel veel zonneschijn. En als we kijken naar de pluimgrafiek, waarin we dus de ontwikkeling voor de komende 15 dagen zien, ja, dan zien we dus die enorme uitschieters van temperaturen de komende dagen richting de 30 graden in Midden-Nederland. Daarna gaan we wat omlaag. Pas op de wat langere termijn zien we echt wat koelere opties. Maar echt cool, nee, dat lijkt het niet te worden. En zit er dan nog regen aan te komen? Nou, dit is de neerslagpluim. De komende, nou, pak een beetje ruime week is er eigenlijk geen neerslag van betekenis te verwachten. Pas op het einde van de termijn zien we weer wat neerslagkansen toenemen. Maar nee, wat dat betreft blijft het voorlopig erg droog in Nederland. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend.